Goedendag en welkom bij een gloednieuwe aflevering van EBGS Nieuws. In deze aflevering... Verschillende activiteiten worden georganiseerd in verband met augustusmaand. Evangelische Broedergemeente Suriname komt uit met een verklaring over rol EBG in slavernijverleden. De boodschap van bevrijding en verlossing blijft van kracht na 160 jaar afschaffing van de slavernij. Dat zei preses Rinaldo Galant van de Evangelische Broedergemeente Suriname. De herdenking van Ketikoti, oftewel afschaffing van de slavernij, begon op zaterdag 1 juli met een dienst in de Grote Stadskerk. Dit wordt jaarlijks op zulks wijze herdacht. Dit jaar is de EBGS met een verklaring uitgekomen omtrent de rol van de broedergemeente in het slavernijverleden van Suriname. Hierin wordt erkend dat dit kerkelijk instituut ook haar rol hierin heeft gehad. U hoort de preses hieromtrent. De EBG heeft als instituut, kerkinstituut, jammerlijk ook haar deel gehad in dit slavernijverleden. Zendelingen en daarna predikanten en missionarissen hebben al dan niet bewust meegeholpen aan de instandhouding van het verwerpelijk mensonterend systeem van uitbuiting, uitsluiting en discriminatie. Gezegd moet worden dat in tegenstellingen van anderen de Bijbel niet werd gebruikt om slavernij te rechtvaardigen. Gelukkig. Maar er was geen verzet tegen de slavernij. Ja, er waren zelfs zendelingen die slaafgemaakten als bezit hadden. Al werd gezegd dat die goed behandeld werden. We zijn allen geroepen om vrij te zijn. En ik citeer hierbij Galaten 5 vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkander in liefde. Zo heeft God het met een ieder bedoeld, zonder onderscheid des persoons. De effecten van de slavernij zijn nog voelbaar bij de nakomelingen van de tot slaafgemaakten. Het zal nog een tijdje duren, alvorens deze wonden compleet zijn geheeld. De EBGS zal zich blijven inzetten om onder andere verandering te brengen in het negatieve zelfbeeld die andere nakomelingen van de tot slaafgemaakten nog met zich meebrengen. De lijfelijke slavernij is al 160 jaar afgeschaft. Maar er zijn nu moderne vormen van slavernij ontstaan die eveneens ingrijpen in de waardigheid van de mens. Daarom blijft de boodschap van bevrijding en verlossing van slavernij relevant in onze samenleving en in het bijzonder in onze kerk. Zoals het ook door anderen gezegd is, de huidige leiding van de Evangelische Broedergemeente draagt geen schuld ter zake de slavernij in de 17e, 18e en 19e eeuw, maar erkent dat het er wel geweest was. Het kan niet onder de mat geveegd worden. Onze kerk, de Evangelische Broedergemeente, moet schuld bekennen. Schuld bekennen dat er weinig verzet is geweest om slavernij af te keuren. Toch moet er bekend worden gemaakt dat het niet alleen bij de verkondiging van het evangelie is gebleven, maar ook het werk onder de slaven of onder de slaafgemaakten is zichtbaar geweest in beroepsonderwijs, gezondheidszorg en andere. Maar de gevolgen voor ons als nazaten van de tot slaafgemaakten zijn nog steeds voelbaar en het zal nog enige tijd duren alvorens deze diepliggende wonden geheeld zijn. Maar we moeten verder onderzoeken naar de geschiedenis van de EBG, hoe zij gewillig
zonder kritiek zich heeft meegesleept en zich heeft aangepast aan economische en politieke belangen. De IBGS zal zich daarvoor inzetten samen met anderen die hetzelfde doel nastreven. Onlangs is in het beleidsoverleg met het ZZG-zijster Zendingsgenootschap en de Europese Continentale Provincie dit ook ter sprake gekomen. Dat wij de handen in elkaar zullen slaan om onder andere verandering van het negatief zelfbeeld die vele nazaten van de tot slaafgemaakten nog met zich meedragen. Verder onszelf te blijven herinneren aan het beeld van God in ieder mens. Het helpen verlichten van de nog voelbare pijn bij velen binnen de nazaten van de tot slaafgemaakten. En het streven naar verzoening door met elkaar in gesprek te gaan over deze pijnpunten. En aangezien het ook bij de IBGS gaat om de totale mens, kan zij zich niet onttrekken aan deze opdracht. Omdat zij zich solidair voelt met allen die met het verleden worstelen. Tot slot. Wij moeten naar een situatie toe waar alle bevolkingsgroepen in onze samenleving moeten kunnen zingen voor rust en vrede Musubé na Kondre Alassé. Ik dank u. Aldus de preses van de Evangelische Broedergemeente Suriname, Ronaldo Galland. De augustusmaand, Hernhuttermaand of de Anitrimon. Tijdens deze maand vieren en herdenken wij onder meer het ontstaan van de Evangelische Broedergemeente. In dit kader worden gedurende deze maand verschillende activiteiten georganiseerd. Broeder Mitchell Daniels, voorzitter van de organiserende commissie, vertelt waarom deze maand zo belangrijk is voor de EBGR. In de maand augustus enkele belangrijke gebeurtenissen zijn geweest en dan denken we dan bijvoorbeeld aan 13 augustus 1727, waar je had dus de uitstorting van de Heilige Geest tijdens avondmaalviering in Hernhut. Dus dat is sowieso één van de zaken en we hebben dus ook op 21 augustus dat je dus eigenlijk de uitzending hebt gehad van de broeders Leonard Dobert en David Nitschman. En zij zijn dus van daaruit hebben dus eigenlijk als zendelingen zijn ze dus naar Sint Thomas geweest. En van daaruit krijg je dus dat het werk uiteindelijk ook is gaan voortzetten, om het zo te zeggen. En voor ons als EBG'ers is het dus belangrijk dat we dit allemaal blijven herdenken. En dat doen we dus middels verschillende activiteiten. Aan de hand van de feedback op de eerdere activiteiten is het programma van dit jaar enigszins aangepast. Dit is het programma van de augustusmaand 2023. Op zondag 30 juli om 9 uur is de openingsdienst van de augustusmaand in de Grote Stadskerk en clusterregio's. Dit wordt georganiseerd door het provinciaal bestuur. Op zondag 30 juli omstreeks 11 uur is de opening tentoonstelling in het jeugdgebouw Grote Stadskerk. Dit wordt georganiseerd door de Graaf van Sinsendorf Herberg. Op dinsdag 1 augustus omstreeks 6 uur 's morgens is het klokgeluid en hijsen van de EBGS-vlag. Dit zal dus door alle EBG-kerken gedaan worden en de verantwoordelijken daarvan zijn de gemeentebesturen van de kerken. Dinsdag 1 augustus, omstreeks 6 uur, 's morgens tot 6 uur in de middag, zullen alle EBG-kerken vasten en bidden. De EBG-gemeentebesturen zijn de verantwoordelijken hiervan. Op donderdag 3 augustus, omstreeks 6 uur namiddag, is de bidstond EBGS breed in alle kerken en de gemeentebesturen zijn verantwoordelijk hiervoor. Op vrijdag 4 augustus om 10 uur is de Bonte Ochtend Senioren. Dit zal zijn in de recreatiezaal Huize Albertine. En de diaconie en bejaardensoos is hier verantwoordelijk voor.
Op vrijdag 4 augustus, omstreeks 7 uur namiddag, is het themaavond in de gemeente Gria Sushi Tamarejo. De verantwoordelijke hiervan is de Augustusmaandcommissie. Op vrijdag 4 augustus, omstreeks 7 uur namiddag, is het themaavond in de Latourkerk. De Augustusmaand is hiervan de verantwoordelijke. Op zaterdag 5 augustus om 4 uur is de evangelisatieloop aansluitend op Anitri Presirinity. Dat zal zijn in de Emmanuelkerk en de verantwoordelijke hiervan is de Augustusmaandcommissie. Op zondag 6 augustus om 9 uur 's morgens is er gemeenschappelijk zendingsfeest in de Grote Stadskerk. De verantwoordelijke hiervan is de Augustusmaandcommissie. Op maandag 7 augustus tot en met vrijdag 11 augustus vanaf 9 uur 's morgens tot 2 uur in de middag en 5 uur in de middag tot 8 uur in de avond zal er een expositie over rouw, rituelen en gebruiken in EBG-traditie zijn. Dit zal zijn in de multifunctionele zaal Rust en Vrede. De verantwoordelijke hiervan is de archiefcommissie van de EBG. Op donderdag 10 augustus om 6 uur namiddag is de bidstond in alle kerken van de EBG en de verantwoordelijke hiervan is het gemeentebestuur van de kerk. Op vrijdag 11 augustus om 7 uur namiddag is de discussieavond in de Wanika-kerk en de verantwoordelijke hiervan is de Augustusmaandcommissie. Op zaterdag 12 augustus om 7 uur is het korenconcert in de Grote Stadskerk. De verantwoordelijke hiervan is de Augustusmaandcommissie. Op zondag 13 augustus om 9 uur is het gemeenschappelijk liefdemaal in de Grote Stadskerk. De verantwoordelijke hiervan is de Augustusmaandcommissie. Op zondag 13 augustus om 9 uur is het gemeenschappelijk kinderfeest in het jeugdcentrum der EBGS. De verantwoordelijke hiervan is het jeugdcentrum der EBGS. Op zondag 13 augustus om 7 uur is het gemeenschappelijk heiligavondmaal in de Grote Stadskerk. De verantwoordelijke hiervan is het bisschoppenberaad. Op woensdag 16 augustus om 7 uur is er een lezing over voortgekomen uit de EBG in de Rust en Vrede Kerk. De verantwoordelijke hiervan is de archiefcommissie EBGS. Op donderdag 17 augustus om 6 uur namiddag is er bidstond in alle EBG-kerken. De verantwoordelijke hiervan de gemeente besturen. Op vrijdag 18 augustus om 7 uur is het avond voor weduwen en weduwnaars. Dit zal zijn in het trefcentrum aan de Wanika-kerk. De verantwoordelijke hiervan is de Augustusmaandcommissie. Op zaterdag 19 augustus om 7 uur is er Power Hour. De locatie zal zijn jeugdcentrum der EBGS en de verantwoordelijke is het jeugdcentrum. Op zondag 20 augustus om 7 uur zal de ordening van de hulppredikanten tot diaconen zijn. De locatie is de Grote Stadskerk en de verantwoordelijke is het provinciaal bestuur. Op maandag 21 augustus en dinsdag 22 augustus is de medewerkersconferentie van het provinciaal bestuur. Op donderdag 24 augustus om 6 uur is er bidstond alle EBGS-kerken en de gemeentebesturen zijn hier verantwoordelijk voor. Op vrijdag 25 augustus van 7 uur tot 9 uur is er een jam session op het jeugdcentrum der EBGS waar de Augustusmaandcommissie verantwoordelijk voor is. Op zaterdag 26 augustus om 7 uur is de Anitri Komakandra in de Grote Stadskerk. De verantwoordelijke hiervan is de Augustusmaandcommissie. Op vrijdag 27 augustus van 9 uur tot 4 uur namiddag zal de afsluiting augustusmaand zijn als gemeentedag te Bersaba. De verantwoordelijke hiervan is de Augustusmaandcommissie. Speltjes kosten 30 SRD en die zijn te vinden bij het coördinatiecentrum Maagdenstraat nummer 50 en de stadszending Burenstraat nummer 17 en 19. Een t-shirt kost 350 SRD voor een volwassen en 300 SRD voor een kind. De registratie kunt u online doen of via WhatsApp nummer 8735170. Het programma die staat op onze Facebook pagina en ik zou de mensen aanraden om deze op te zoeken. Het is dus op Facebook is heet onze page EBGS Augustusmaand en men mag daar het volledige programma kan men daar vinden. De commissievoorzitter roept op om deze maand gezamenlijk te vieren.
Als die augustusmaandcommissie wil ik in de totale IBG-familie uitnodigen. De activiteiten bij te wonen. Volgt u de Facebookpagina, de flyers. We zullen ook via, de WhatsApp-berichten zullen we dus ook rondsturen. Moedigt u andere broeders en zusters aan om ook onze activiteiten bij te wonen. En ook mensen daarbuiten, al bent u niet van de EBG, u bent van harte welkom om ook deze maand met ons te vieren. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van EBGS Nieuws. Bedankt voor uw aandacht, God zegen en tot de volgende keer.